kijk, dit is het slechte voorbeeld. En hier zie je dus dat er een stootwiel vast is gemaakt met een paalsteek. Dat is een tijdelijke lus in een lijn. En geen permanente lus in een lijn. Zoals daar, mooi, bij de andere stootwiel. Eigenlijk zouden deze even mee naar binnen moeten nemen en even moeten splitsen. We gaan een oog in een lijn maken door middel van een oogsplits. Dan kunnen we met de lijn kunnen we een oogsplits maken rechtsom. Dan komt hij dan met de lijnen mee te lopen. En als we hem andersom maken, linksom, dan zie je dat hij dwars op de lijnen komt te liggen. Als we dat hebben, ga ik hem uit elkaar halen. Het uiteinde kan ik openbreken. Zo. Dan rafel ik hem 3 slagen de strengen uit. Dus 1, dit was nummer 2. En dit was nummer 3. En dan kijk je heel goed dat de middelste van boven komt. Dat is deze. Dan leg ik hem op de plek waar we de oogsplits willen. Leg ik hem op de andere lijn. Dan begin ik met de middelste van de 3. Dat is deze. Ga ik er doorheen rijgen. De hoofdlijn die draai ik. Waardoor er een gat ontstaat. Kan je met je duim openmaken. En dan ging de middelste. Gaat er doorheen. Trek hem aan. Zoals we hem net hadden. De eerste zit er doorheen. Nu gaat de bovenste. Die gaat precies op dezelfde plek, maar hij slaat 1 streng over. En bij de volgende gaat hij eronder door. Elke keer als je een streng aantrekt, geef je hem een draai. Dus rechtsom in dit geval, want het is een rechtsomgeslagen lijn. Nou, we hebben er nu 2 strengen doorheen. Dan komt de derde, die is het meest lastige. Daarvoor draaien we hem om. Is hier nog 1 streng waar nog niks onderdoor gegaan is. Het is een beetje raar, maar hij moet er tegengesteld onderdoor. Dus we maken een bochtje. Ik maak hem weer open. En het bochtje, dan gaat hij eronder door. En ik draai hem weer rechtsom. Nou zitten ze er alle 3 doorheen. Dan gaan we controleren. Dus kijken we even, zitten ze allemaal op dezelfde hoogte? Dat zitten ze. Als ik van boven kijk, op alle 3 de plekken komt er eentje uit. Je kunt het ook herkennen als het Mercedes teken. En als je dat hebt gecontroleerd en dat goed zit, dan kun je verder gaan doorsplitsen. Dus we gaan weer verder. We pakken een streng. Ik draai hem open. Je slaat er eentje over. En dan gaat er onderdoor. Bij de volgende. Open draaien. Eentje overslaan. En er onderdoor. Volgende. Open draaien. En er onderdoor. Gaan we weer controleren. Zitten ze alle 3 op dezelfde hoogte? En hebben we Mercedes teken. Dan hebben we het laatste slag, het kortste stukje. Die splitsen we ook nog even door. Open draaien, eronder door. Open draaien, ook hier onderdoor. En de allerlaatste ook nog. Nou zitten ze allemaal er 3 keer doorheen gesplitst. Nu is de splits klaar. Kan ik hem nog even een beetje rollen, aantrekken. En het is heel erg stevig. Wat zei jij nou? Geen losse eindjes. Nee. Ja, ik heb nu dus die stootwiel. Daar hebben we dus een touw aan vast weten te knopen. Meestal is op dezelfde normaal geen touw aan vast te knopen. En dan hebben we mooi een stootwiel voor de PRT1. En dan blijft je boot mooi netjes en gaat hij niet kapot. Dus die maken we hier even vast. Dat is wel mooi gesplitst. Ja, dat is hartstikke mooi gesplitst. En dus het zit mooi vast aan elkaar en je hebt niet een tijdelijke lus met een knoop, want die gaan allemaal los. En met de splits blijft het allemaal mooi vast aan elkaar zitten. Perfect. Ik zou zeggen, splits erop los. Nu ga ik even een splits eten bij mijn koffie. Fresh splits.